Ja, vrienden, jullie hebben natuurlijk ook gekeken naar de Oranje Winter. Ja, zag je het? Ja, dat was gewoon even een origineel, even een beetje bonje tussen die Gijp en die Derksen. Ja, die waren het, nou ja, bonje, die waren het gewoon even stevig niet eens. Ja, dat ging over de Matthijs. Daar hadden ze het over. Ja, want op een gegeven moment was het van, je lult aan je nek en noem het allemaal maar op. Dus ja, dat is een enorme discussie. En ik zag dat later ook terug online en op Twitter en weet ik veel. Zag ik iedereen maar ook, ja, twee kampen. Die ontstonden daar. Kamp Gijp en kamp Derksen. Ja, want het ging over de Matthijs en die Gijp. Die begon dus over, ja, moet je horen, ik kan er niet tegen als mensen vernederd worden. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar luister nou even, welke woorden gebruik jij dan? Hè? Bij die Matthijs. Hij had het over, die Matthijs was ziek en de Matthijs, die was een patiënt en hij was gek. Alle drie, die kreeg de Matthijs gewoon zo naar zijn hoofd geslingerd. En toen begon die Derksen, die zei van, ja, maar jij hebt nog nooit in de maatschappij heb jij iets gedaan. Jij hebt nooit onder een baas echt gewerkt. Dus jij weet niet hoe dat is en hoe het is om te moeten presteren gewoon in de maatschappij. Jij bent gewoon oude voetballer. Nou, en ja, nou is het maar, ben je het dan mee eens dat je zegt, die Gijp van, ja, de Matthijs is helemaal knettergek en dat is een patiënt. Of denk je bij jezelf, nou, ik ga toch meer mee met kamp Derksen. Want Derksen, die had het over van, ja, maar goed, ik heb me vroeger ook misdragen als hoofdredacteur van VI. Ja, en ik heb dat zelf ook al gezegd. Ik was zelf ook heel erg ongezellig, vrienden. Want ja, kijk, het gaat er maar om, en dat klopt wat Derksen zegt. Als mensen hun werk goed doen, daar komt het op aan, dan krijgen ze niks te horen. Ja, en dan worden ze niet beledigd en vernederd. En dan hoeven ze niet met een burn-out en met psychische problemen thuis te gaan zitten. Nee, natuurlijk niet. Ik heb 15 jaar of 20 jaar lang bijna met dezelfde cameraploeg gewerkt. En die waren altijd fantastisch en deden geweldig hun werk. Je denkt toch niet dat ik daar ooit maar tekeer tegen ging? Nee, natuurlijk niet. Ik ging tekeer als mensen gewoon hun werk niet deden. Gewoon fout op fout stapelden. Dan ging je tekeer. En daar had Derksen het over. Ja, en die Gijp, die begint nou met van, dat je boos wordt of dat je mensen op hun plaats zit. Dat begint hij te verwarren met vernederen en beledigen. Ja, dat kan. Ja, ik ben dus, wat die wedstrijd betreft, tussen Gijp en Derksen, zit ik in kamp Derksen. En nou is het maar de vraag, in welk kamp zitten jullie?